Nou, hier in Oosterhout, het WK Bodypaint. Hoe is dat nou hier in Oosterhout bij jullie terechtgekomen? Ja, om een heel lang verhaal kort te maken. Normaal gesproken heb je in Oostenrijk één keer per jaar het wereldkampioenschap Face & Body Paint. In Oostenrijk, hè? Niet in Oosterhout, maar dat is in Oostenrijk dus. In Oostenrijk, inderdaad. In Klagenvoort. Maar door corona kon dat helaas dit jaar niet doorgaan. En zijn wij in Oosterhout, in de schminkfabriek van Superstar, zijn wij hotspot. Dus Nederlandse artiesten die komen hier naartoe om hier hun kunsten te vertonen. De foto's worden opgestuurd naar de jury in Oostenrijk en zaterdag is daar de finale. En onze enige echte Oosterhoutse deelnemster van het WK Bodypaint. En hoe heet jij? Ja, ik ben Vivi Hopman. Ik ben inderdaad een Oosterhoutse. En ik ben al een jaar of 11 aan bodypainten. Superstar is ook mijn sponsor hierin. En vandaag weer eens sinds lange tijd, want ik heb even een poosje stilgelegen. Maar weer aan bodypainten. Ja, in 5 minuten naar Klagenvuurt. Ik bedoel, bijna op de fiets gewoon naar je WK kunnen gaan. Dat is toch fantastisch. Kunnen mensen uit Oosterhout komen kijken? Mensen uit Oosterhout kunnen zeker komen kijken. Morgenmiddag hebben we de face paint. Donderdag hebben we de airbrush en de creative make-up. En vrijdag de bodypaint voor de profs. Ze moeten zich dan wel eventjes aanmelden op info@superstar.nl. En maak je een beetje kans, Vief? Nou, ik heb al een beetje rondgekeken. Ik zeg al, ik heb er een poosje uitgelegen. En je hebt net ook opnames gemaakt van een van de betere. Dus ik maak me geen illusies, maar het gaat mij ook vaak niet om de winst. Het gaat mij vooral om het meedoen. Ik vind het gewoon fantastisch. Het is gewoon een hele dag lekker painten, 8 uur lang. Hè. Vergeet dat niet. Ook voor onze modellen is het dus 8 uur staan. En het gaat voor de gezelligheid en het creatief bezig zijn. Lekker eens even met iets heel anders bezig zijn. Heeft elke bodypainter nou ook zijn eigen stijl? Meestal wel, ja. Als ik naar Sil kijk, die heeft altijd een bepaalde manier van painten. Ik gebruik toch al wel vaak gewoon ook felle kleuren. En er zijn ook painters, die zal waarschijnlijk vrijdag denk ik wel komen, Tera Bakker. Ja, die is heel erg goed in realistisch painten met dieren en dergelijke. Dus elke painter heeft wel zijn eigen stijl. Heel veel artiesten die painten vanuit hun huiskamer. Dus die moeten 6 keer per dag moeten ze een foto maken van hun model. Van de start tot aan het eind. En als ze helemaal klaar zijn moeten ze 6 foto's in gaan leveren. Af en toe eventjes ook live gaan op Facebook. Om echt te laten zien dat ze aan het painten zijn. En die foto's worden dan opgestuurd naar Oostenrijk. Zodat de jury ze op zaterdag kan gaan beoordelen. Word je daar niet enorm stijf van om de hele tijd zo stil te staan? Jawel. Zeker. En wat doe je daar nou mee tegen om dat een beetje op te lossen? Ja, soms af en toe bewegen, maar vooral vol blijven houden.